De Joint Strike Fighter, het meest besproken gevechtsvliegtuig van de afgelopen tijd. Hoogstwaarschijnlijk gaat hij er gewoon komen hier in Nederland. En wat veel mensen niet weten is dat een belangrijk stuk van dat vliegtuig gewoon uit Brabant komt. We maken landingsgestellen, dat doen jullie al een tijdje, maar dit is revolutionair. Het materiaal op zich niet, dit is composiet. Maar een landingsgestel met dit erin wel, waarom? Landingsgestellen zijn vliegkritisch en als die falen, hebben we ook meteen te maken met een ongeluk. De meeste andere onderdelen van vliegtuigen zijn niet zo kritisch uitgelegd. Dus daar kan één onderdeeltje kan best wel kapot gaan zonder dat het vliegtuig neerstort. Bij landingsstellen is dat eigenlijk niet zo. Dan kan ik me voorstellen dat de vliegtuigindustrie een industrie is die heel behoudend is met het toepassen, vooral op die kritieke onderdelen van nieuwe materialen. Klopt, ja. Jullie zijn hier hoe lang al mee bezig? Ja, wij zijn hier al sinds 1995 mee bezig. Hoe gaat dat materiaal, jullie composiet, nou die vliegtuigwereld veranderen? We kunnen het voor dezelfde prijs maken als een metalen onderdeel. Het zal lichter zijn, minder onderhoud, minder dat het vliegtuig hoeft te wachten op reparaties. Goed, de ontwikkelingen zijn in volle gang. Uiteindelijk moet jullie product in de JSF komen, daar hebben jullie al een contract voor. Wanneer vliegen er vliegtuigen JSF's met jullie beugels? Ik hoop eigenlijk dat we over een anderhalf jaar onze eerste testvliegtuig mogen laten vliegen met onze braces. En aansluitend zouden we toch een productiecontract daarna moeten volgen. Je ziet wel eens van die lichte carbon fietsjes, hè, dat die afbreken als het materiaal op de verkeerde manier belast wordt. Dan is het eigenlijk maar zwak. Is dit sterk genoeg? Ja. Dat is natuurlijk de grote uitdaging, dat zullen wij moeten aantonen. Ik zou graag jou willen uitdagen om te proberen op een stukje carbon of composiet, zoals we dat noemen, en zo'n schade aan te brengen, om te kijken wat voor gevoel dat geeft. Nou, het geeft vooral veel herrie, maar het enige afdruk die je maakt, die veeg je er zo vanaf. Niks aan de hand. Ja, en dit is eigenlijk niet het enige onderdeel wat jullie maken voor de JSF, want er is nog meer in ontwikkeling. Ja, ja. Wij doen de vanghaken van de JSF, moet ik zeggen. Er zijn twee versies van de JSF die allebei een andere vanghaak hebben. De landversie heeft een vanghaak eigenlijk voor noodgevallen, op het moment dat er een gladde baan is. En natuurlijk de marineversie die op een vliegtuigschip landt, die zal een vanghaak nodig hebben om uiteindelijk zichzelf te kunnen stoppen voordat hij van het schip af... Zomaar een JSF invliegen om die onderdelen te testen, vooral die belangrijke, cruciale onderdelen, dat kan natuurlijk niet. Daarom wordt er heel veel gebruik gemaakt van dit soort proefopstellingen. Dat composiet is natuurlijk de toekomst voor jullie, maar ook het bedrijf Fokker Landing Gear gaat erg hard en jullie zijn al flink uit aan het breiden. We zijn een heel stuk aan ons bedrijf aan het aanbouwen zoals je ziet. Zowel de opdrachten voor JSF vanghaken als hopelijk ook in de toekomst onze composietproductie moet zo meteen een plekje hebben. De vraag voor ons is niet zozeer of het gaat lukken, de vraag is veel meer wanneer het gaat lukken. En dan komt dat revolutionaire stuk landingsgestel gewoon uit ons Brabant, uit ons Helmond. Gewoon uit een idee en een innovatie uit Helmond.